Easy gezegd. Zo, in deze video laat ik tips zien van de C4S1 Contender 1. En deze moet je gewoon bij Arena Contender zijn en dan krijg je dus deze rep. Of hoger, dan krijg je hem sowieso ook. Maar hij staat er voor mij dan Contender 2 of zo. En ik denk als je bij Champions, dan staat het Champions of ze beide dan. Voor mij heb je dan ook een iets ander logo, denk ik. Dit is de rep, het is een beetje animated zoals je kunt zien. En ja, de wapens heb ik al opgepakt. Dit was een game van de gratis C4S1 Contender 1 lap. En ja, deze kon je dus gratis krijgen als je vorig seizoen Contender was bij Arena. Of hoger. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze gameplay video leuk vonden. En vergeet niet om te liken en te abonneren.